Verbeteren we overbelast? Een actiegroep tegen de geplande railterminal bij Valburg roept medestanders op om te solliciteren naar de functie van burgemeester. De huidige burgemeester van Overbetuwe, Toon van Asseldonk, stapt in april op. Door de aanmeldingen voor het ambt hoopt de actiegroep aandacht te vragen voor het stoppen van het treindepot. Koos Nijssen, voorzitter van de actiegroep, heeft ook gesolliciteerd. Ja, we hebben eigenlijk niet alleen ik heb gesolliciteerd, maar een hele groep mensen die aangesloten is bij Overbetuwe Overbelast heeft gesolliciteerd. Omdat we aandacht willen vragen voor het stoppen van de railterminal Gelderland die hier bij Valburg komt. De terminal moet een overgangspunt voor vracht van weg naar spoor en vice versa worden. Ondanks dat de provincie mag bepalen wat er met het gebied rond de toekomstige terminal gebeurt, denkt Nijssen dat een burgemeester invloed kan uitoefenen op het besluit. Ja, de provincie is van plan om tussen Valburg en afslag 38 aan de A15... om daar een railterminal te maken waar containers van de trein op een vrachtauto kunnen komen en ook weer van de vrachtauto terug de trein op kunnen komen. Nijssen ziet de sollicitatie niet alleen als stunt, maar zou het ambt ook serieus nemen als hij wordt overwogen? Nou, je hoeft me nog niet meteen edelachtbare te noemen, denk ik. Maar ik denk dat ik, als ik op gestrekte vraag word, ga ik zeker praten.